Welkom. We gaan vandaag chemisch rekenen bij neerslagreactie. Twee verschillende oplossingen. Natriumchloride en zilvernitraat. Allereerst een wat makkelijkere opgave. Al zijn de volumes zijn natuurlijk wel wat rare getallen. Deze oplossingen die gooi je bij elkaar en dan staat er neerslag. We willen weten wat is de massa van die neerslag. En we willen graag weten wat zijn de concentraties van de ionen in mijn oplossing als die neerslag zich heeft gevormd. Goed, zet hem even op pauze, de video, en dan maak je deze opgave en dan bespreken we hem zo meteen samen. Succes! Goed, dan zijn we weer. We gingen chemisch rekenen. We hadden een natriumchloride oplossing en daar deden we een zilvernitraat oplossing bij. Er ontstond een neerslag. Wat heel fijn is, is dat die neerslag met de zilver en de chloride ionen is. En waarom is dat fijn? Die reageren één op één met elkaar. Natriumchloride valt uiteen in natrium en chloride ionen. Zilvernitraat valt uiteen in zilver en nitraat ionen. En ook hier zien we, dus 1 staat tot 1 staat tot 1. En hier ook 1 staat tot 1 staat tot 1. Als er geen getal voor staat, ja, geen coëfficiënt voor, dan mag ik daar een 1 voor neerzetten. Eerst ga ik uitrekenen hoeveel zilverionen heb ik. Dus niet de concentratie, maar de hoeveelheid. Dan ga ik uitrekenen hoeveel chloride-ionen heb ik. Dat doe ik om het volume keer de concentratie of de molariteit. Dat is 0,0083 mol heb ik. En ik heb iets meer chloride-ionen. Ik weet dat ze één op één met elkaar reageren. Dus dit is mijn overmaat, want dit is meer dan dat. En dan is dat dus mijn ondermaat. Ja, dus mijn overmaat chloride-ionen. Waarom is dat belangrijk? Ik wil weten, ja, aan het eind wat de concentratie ionen is. En van mijn overmaat ionen hou ik natuurlijk ionen over. Daar heb ik te veel van. Mijn neerslag wordt dus zilverchloride. Hoeveel? 0,0083 mol. Namelijk mijn ondermaat bepaalt de hoeveelheid neerslag. Dus ik wil weten wat de massa daarvan is. Doe ik dat keer op molaire massa van zilverchloride. 143, zoveel. De laatste tabel van je Binas kan je dat vinden. Of je verzint hem zelf met het elementenperiodiek systeem. 101,19 gram zilverchloride in vaste toestand is er ontstaan. Dan wil ik ook nog weten wat zijn de concentraties van de ionen die in mijn oplossing zijn. Nou, de makkelijkste is natuurlijk mijn zilverconcentratie, zilverionenconcentratie. Waarom is die het makkelijkste? Die was in het ondermaat, dus die moet 0 zijn. Chloride-ionen, daar was ik al mee bezig. Ja, dat is natuurlijk, hè, dat is lastig, want daar is een deel van weggereageerd, maar niet alles. Dit had ik. Dit is er van weggereageerd. Ja, hier staan twee O's, twee nullen. Dan hou ik dus 3,1 maal 10 tot de macht min 3 aan ionen hou ik over. En dat deel ik door mijn nieuwe concentratie. Even goed opletten. Ja, want ik heb 83 milliliter en 57 milliliter heb ik bij elkaar gegooid. Dus als ik het bij elkaar gooi, heb ik een nieuwer, groter volume. En dus moet ik delen door mijn nieuwe volume. Dit is echt een flinke instinker. En die gaat vaak fout op een toets. Dan hou ik een molariteit over van 0,0221. Molariteit of mol per liter mag je ook opschrijven. Natrium, ja, daar is niks mee gebeurd. Ik had 0,083 milliliter. Dat doe ik keer de molariteit. Ik deel weer door het nieuwe volume. Dan heb ik weer mol per liter. En dan doe ik hetzelfde met mijn nitraat. En dan heb ik mijn 4 concentraties. Heb ik weergegeven. Goed, dit was een redelijk eenvoudige vraag. Ja, en waarom is die eenvoudig? Omdat deze ionen 1 op 1 reageren. We kunnen natuurlijk allerlei voorbeelden verzinnen waarin we zouten hebben dat dit geen 1 op 1 zouten zijn. Ja, die kan je bijvoorbeeld... Die kan je zelf misschien wel verzinnen met behulp van je Binas tabel 45a. Probeer zelf wat uit. Ja. Ga je lekker mee rekenen, want dat helpt bij je voorbereiding van je toets. Vergeet niet te subscriben. En wie weet, heb je een comment of zo, dan hieronder graag. Ik hoor het graag en ik reageer altijd. Oké, heel veel succes.